De staatsbegroting 2019 is met 28 stemmen voor en 14 tegen goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Dit heeft plaatsgevonden op 6 juni 2019. Voor de aanname van de begroting was eerst het stemmen van de ingediende moties aan de orde. Wij nemen u terug naar het moment van goedkeuring van de staatsbegroting. Vaststelling van de ontwerp staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2019, wet staatsbegroting 2019. Artikel 1 en 1a woord of stemming. Artikel 2 woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? ...28 voor. Wie is tegen? ...14 tegen. De mensen. Stemming. De begroting is aangenomen met 28 stemmen voor... ...en 14 tegen, zoals gewijzigd. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het is juni. Maar het land heeft een begroting nodig. Ook al is een deel van het jaar al voorbij. Dus ik ben daar blij om dat het ons uiteindelijk is gelukt om het land een begroting te geven. Want hoe wij ook zouden staan tegenover de regering. Ambtenaren moeten salaris krijgen. De overheid moet betalen ziektekostenverzekering voor veel burgers. Moet bijdragen leveren aan de ziekenhuizen, moet elk gezin in dit land EBS-subsidie geven, et cetera, et cetera. Wij hebben dus niet de luxe om tegen de begroting te kunnen stemmen. Ook daar waar we niet helemaal tevreden waren ermee, hebben we met de regering afgestemd om wijzigingen aan te brengen. En misschien hebben we ook nog niet helemaal gekregen wat we wilden, maar het land heeft een begroting nodig, want de ontwikkeling moet verder gaan. En in elk geval moeten de normale kosten kunnen worden betaald. Dus regering, we zijn er. Ik hoop dat ik de volgende begroting in november mag aannemen. Maar voor deze keer hebben we het weer klaargespeeld. Ik ben zeer verheugd dat op de begroting, zoals de president dat heeft aangegeven, het geld is opgebracht voor het Nationaal Woningbouwfonds. Want samen met de programma's die de regering op dit moment uitvoert, zal dit toch wel een historisch feit zijn als we eindelijk na tientallen jaren vechten op St. Downs over systematisch huisvestingsbeleid, dat we dan zouden bewerkstelligen dat er in elk geval een structureel programma is voor de samenleving, dat men weet, ook na wat de regering nu doet, welke weg je moet volgen om uiteindelijk aan een financiering voor je huis te komen. Ik ben heel blij erom dat dat dus uiteindelijk op de begroting is. Dus zeker wat dat betreft, gefeliciteerd. Lid Abdul, voorzitter van de begrotingscommissie, fractieleider, NDP. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook namens de NDP-fractie wensen wij uw college te feliciteren met de aanname van de begroting van het jaar 2019. Voorzitter, we zijn ervan overtuigd dat de begroting als instrument zal dienen voor verdere verduurzaming van de economische groei. We zijn als fractie ervan overtuigd en ook als coalitievoorzitter dat in de begroting zoals die goedgekeurd de mens nog altijd centraal staat. We zijn ervan overtuigd, voorzitter, dat het sociaal contract zoals die uitgewerkt door de regering nog altijd gecontinueerd zal worden met de begroting die wij hier net hebben goedgekeurd, voorzitter. We zijn ervan overtuigd, voorzitter, dat de nodige basisbehoeften van het volk gegarandeerd worden met de goedkeuring van deze begroting. We zijn ervan overtuigd, voorzitter, dat met de goedkeuring van deze begroting
welvaart en welzijnsniveau van het volk, voorzitter, verder verhoogd zal worden. Voorzitter, en we zijn ervan overtuigd dat met deze begroting we de geprognosticeerde groei van de economie van 3,4% voor dit jaar zullen halen. Daarom hebben we ervoor gestemd, voorzitter, en daarom zijn we ervoor gegaan. Voorzitter, ik wil nogmaals uw college feliciteren. Ik wil de regering feliciteren met de aanname van de begroting. Ik wil het volk feliciteren, voorzitter. Maar vooral bedanken, voorzitter. Ik wil de deskundigen van de Nationale Assemblée en al het overig personeel, voorzitter, van harte bedanken. Ik wil de leden bedanken, voorzitter, die hier op tijd aanwezig waren elke dag om quorum te verlenen. En ook hun, voorzitter, die soms een beetje laat aanwezig waren, maar die niet ervoor hebben gezorgd dat het werk gestremd is. Voorzitter, vooral het personeel van de regering ook en de raadsleden, voorzitter, die hier altijd, en vooral het personeel, voorzitter, van de ministers, op tijd aanwezig waren en soms echt uren op ons hebben gewacht, voorzitter, voordat we konden beginnen. Maar, voorzitter, ons dank is heel groot dat wij samen dit hebben mogen kunnen realiseren, voorzitter. Ik dank u, dank uw college en ik dank de regering. Dank u wel, voorzitter. Ja, president. Aan het einde gekomen van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2019 wil ik bij deze, via u, mevrouw de voorzitter, allereerst u en uw geacht college dankzeggen voor de constructieve debatten die hebben plaatsgevonden en voor het vertrouwen uitgesproken in de regering. Ik wil ook uw griffiepersoneel, kortom, de gehele staf en het gehele personeel van ons hoogste college van staat, als ook het personeel van de diverse ministers in mijn dankzegging betrekken. Voorzitter, we zijn natuurlijk verheugd dat we de ruimte krijgen als regering. En we zijn ervan overtuigd, voorzitter, dat er heel veel werk aan de winkel is. Ik denk niet dat we ons moeten verstoten om in te gaan op zaken op het laatste moment die waarschijnlijk ook nog een debat zouden kunnen uitlokken. Maar zijn dit soort momenten waar wij daadwerkelijk onze eigen mening kunnen en mogen hebben, maar waarin wij toch centraal stellen het belang van dit land. Wanneer wij nu en in de naaste toekomst dit gedrag etaleren en dit positief gedrag overbrengen aan zij die staan te dringen om over te nemen van ons voorzitter, dan kunnen de ouderen onder ons zich rustig opmaken voor hun oude dag, wanneer zij de vlag gaan overdragen. Nogmaals, ik feliciteer u, ik feliciteer ons college, ik feliciteer Suriname, ik feliciteer de regering en ik wil alleen maar zeggen, en toch is er nog heel veel werk aan de winkel. Dank u wel.